Welkom en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Je Maakt Het Zelf. In deze video reviewen we de HBM 20 volt 4 ampère decoupeerzaag. De decoupeerzaag van HBM Machines wordt geleverd in een kartonnen doos. Dus niet in een koffer. Nou, dat is natuurlijk voor de klusser die onderweg gaat een dingetje, want je kunt de decoupeerzaag niet netjes, veilig, beschermend vervoeren. Als je klusser bent, gewoon met een werkplaats, ja, dan heeft het niet zoveel te lijden, want dan heeft hij toch vast een vaste plek. Maar dat is misschien toch wel een minpuntje, de koffer die er niet bij zit. Wat zit er dan verder allemaal in die doos? In die doos zit de decoupeerzaag natuurlijk zelf, met twee accu's van 20 volt 4 ampère, een oplader, een geleiderrail en een inbus. En daarbij worden ook nog twee zaagjes geleverd. Eentje voor hout en eentje voor metalen. De HBM decoupeerzaag is er eentje op 20 volt. Binnen het eigen merk van HBM hebben ze eigenlijk drie accuplatforms. Dat begint bij 1,5 volt als ik me niet vergis. En dan hebben we de twee van 20 volt, eentje van 4 ampère accu's en eentje van 5 ampère accu's. Deze decoupeerzaag heeft de D-grip, zoals we het noemen, niet de barrel, maar de D-grip. Dat is te herkennen aan de D die je in het handvat kunt aflezen. De D-grip ten opzichte van de barrel grip, ja, weet je, er zit niet heel veel verschil in. Wel is het zo dat je de barrel grip iets beter kan vastpakken, iets beter kan sturen, omdat je veel lager op het hout zit wat je zaagt. Dus daarmee kun je gewoon iets makkelijker zagen. Als we kijken naar de specificaties van deze decoupeerzaag, is het er al, zoals eerder genoemd, eentje op 20 volt met een accu van 4 ampère. De toerental van deze zaag ligt gemiddeld onderbij de 2700 toeren per minuut met een maximale zaagdiepte van 20 mm. Nou, zoals je misschien wel weet, gebruik je decoupeerzagen voor allerlei soorten materiaal, maar vooral materiaal wat niet dikker is dan zo'n beetje 20 mm. Dus dat is gewoon prima en vrij standaard voor een decoupeerzaag. Nu gaan we de decoupeerzaag eens van dichtbij bekijken. Zoals ik je net verteld heb, wordt de decoupeerzaag geleverd met 220 volt en 4 ampère accu's. Deze accu's, ja, is eigenlijk niet zoveel bijzonders aan. Alleen de enige optie die daar wel bij zit, is dat er een knopje op zit om te kijken hoeveel en hoe vol deze batterij zit. En dat is natuurlijk altijd handig om te weten of je ze op moet laden of dat je weet dat ze vol zijn. Als we dan een klein beetje de zaag van dichterbij gaan bekijken, is de zaag zowel voor linkshandige als rechtshandige mensen prima te bedienen. De veiligheidspal zit namelijk aan bij de kanten. Dus ik kan hem zo bedienen, maar linkshandig kan ik hem ook zo bedienen. Deze palletjes zorgen dus voor dat hij vergrendeld zit. En deze pal die zorgt dat de zaag aangaat. Op een decoupeerzaag, ook deze, zitten pendelstanden. Maar waar gebruik je eigenlijk die pendelstanden voor? Je hebt de normale stand, dan zaagt de zaag gewoon rechtstreeks naar beneden. Maar dan heb je ook nog standen 1, 2 en 3. Bij de standen 1, 2 en 3 zorgt de zaag eigenlijk dat hij naar voren geduwd wordt en vervolgens weer omhoog wordt getrokken. Zoals je kunt zien in deze simulatie, zie je dus wat die standen doen en wat daar dus de verschillen in zijn. Over het algemeen, als je hem op stand 3 zet, dan kun je dus sneller door grof materiaal heen gaan, maar je zult ook zien dat de zaagsnede minder netjes is. Als je hem op de normale stand hebt staan, dan gaat de zaag rechtstreeks naar boven en naar beneden. En dan heb je over het algemeen een mooiere zaagsnede. Ik heb het zojuist gehad al over de toerental. De toerental van deze zaag is onbelast, zo'n 2700 keer per minuut. Het toerental is niet van tevoren in te stellen, maar je kunt deze wel regelen door
Ja, hoe hard je eigenlijk aan de knop trekt, des te harder gaat hij zagen. Wil je zachter zagen, nou dan druk je de knop minder ver in. Wil je harder zagen, nou dan trek je de knop verder in. Zo simpel is dat. Aan de voorkant zit een doorzichtig beschermingskapje. Die kun je eraf halen en zodoende kun je dan ook bij de zaag om de zaag erin en eruit te halen. Nou, dat zit met de standaardsluiting die op een decoupeerzaag en op alle decoupeerzagen zit. Dat palletje haal je om, dan doe je het zaagje erin en dan laat je het palletje weer terugvallen. Controleer je of je zaagje goed vast zit. En dat doen we natuurlijk normaal gesproken met de stekker uit het stopcontact, maar in dit geval de accu eraf, want dan doet hij natuurlijk ook niks. Aan de onderkant van deze decoupeerzaag kun je zien dat de decoupeerzaag meegeleverd wordt met een plastic schoen om je materiaal te beschermen. Dit is niks minder als een hoes die je er ook af kunt halen, die dus je materiaal beschermt. Deze kun je ook weer heel makkelijk terughalen. En als je dat niet doet of hier niet mee wil zagen, kan dat natuurlijk ook prima. Dan heb je wel een metalen onderkant. Verder zit hier nog aan een schuifje op de decoupeerzaag. En dat is voor het afzuigen van het zaagsel. Heb je het schuifje in de achterste stand, dan wordt al het stof naar achteren weggezogen. Moet je natuurlijk wel een stofzuiger gebruiken. Als je hem naar voren zet, dan genereert de decoupeerzaag een soort van luchtflow, zodat dus je zaagsel wordt weggeblazen bij het zaagje. Dus dat is ook weer een hele mooie functie als je dus geen stofzuiger gebruikt. Nou, ik denk echt dat de meeste mensen met een decoupeerzaag geen stofzuiger gebruiken. Meegeleverd zit ook, zoals ik al eerder zei, de geleiderrail. Die kun je heel makkelijk vastzetten. Er zitten twee draadeindboutjes met een kunststof knopje. Dus niks, geen inbusje of andere sleutel nodig. Je kunt hem er gewoon makkelijk doorheen voeren. En dan kun je hem instellen op de gewenste stand. De geleiderrail gaat helaas maar tot 16 centimeter. Nou, over het algemeen gebruik ik nooit een geleiderrail bij een decoupeerzaag. Maar het zou dus wel kunnen. Wat ook kan bij deze decoupeerzaag is dat die in verstek kan zagen. Aan de onderkant zie je hier twee inbussen. Deze kun je loshalen. Deze kun je losdraaien. En als je ziet dat ik ze losdraai, dan kun je hem dus verstellen. En dat kan dus van 0 naar 15 naar 30 en naar 45. Dit is ook afgetekend op het onderstel van de zaag, zodat je hem altijd in de perfecte stand kunt krijgen. Wat je doet is, je schuift het blad naar achteren, dan kun je hem draaien. Je schuift hem naar voren, zit hij vast. Draai je vervolgens de inbusjes aan en dan zit hij vast. Als we dan de accu monteren, dan hoor je eigenlijk een klik. Je hoort hem niet heel goed, maar je hoort een klik. En dan kunnen we de decoupeerzaag in principe gaan gebruiken. Wat het zagen ook makkelijk maakt, is dat er een ingebouwd ledje in zit. Die dus mooi zicht geeft op je werkgebied. Wat er ook in deze decoupeerzaag zit, vooral in de voet van de decoupeerzaag, is een soort van doorzichtig plasticje waar je zaagje dan weer doorheen valt. Waar dan een veetje in zit, waar je dus je lijn goed kan volgen. Ja, ik vind het heel onoverzichtelijk. Ik kijk gewoon liever op mijn zaagje. Maar ja, zo zie je maar. Deze kun je er gewoon uithalen, bewaren en dan kun je zagen.
De HBM 20 volt decoupeerzaag, die moeten we natuurlijk wel ook gaan testen door middel van zagen. Allereerst wil ik jullie nog de pendelstanden laten zien, wat dan het verschil is. Ik heb hier een mooi stukje multiplex waarop ik denk dat dat heel goed te zien is. En dan gaan we de verschillende pendelstanden toepassen. En dan zie je dus ook, als je de pendelstand ophoogt, dat je eindresultaat steeds grover wordt in de zin van de zaagsnede. Dus dat gaan we eerst even laten zien. Nou, hier ligt een plaatje multiplex. Nogmaals, ik denk dat dat het beste houtmateriaal is omdat er zo'n toplaag op zit. Om te kunnen kijken wat nou de meer grovere rand wordt. Nou, we hebben de normale stand, hè, dat is de nulstand. We hebben de eerste stand, de tweede stand en de derde stand. En dan gaan we eens een lijntje zagen. En dan beginnen we als eerste met de nul. De normale stand eigenlijk. Dan gaat de zaag recht naar beneden. Nou, ik zoom hem dadelijk even in, maar dat is al een hele nette zaagsteen. Dan ga ik eentje omhoog. Dus op de 1 stand. Dan gaan we door naar standje 2. En dan door naar standje 3. Nou, dan gaan we even inzoomen en dan kun je eigenlijk wel vrij goed het resultaat zien. Het valt me nog niet tegen, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, wat je dus ziet, is dat dit de nulstand is. Dat is echt een redelijke mooie zaagsnede. Dan heb je op standje 1, dan begint er iets of wat rafels. Er komen nog niet heel veel, vind ik, maar wel iets. Dan heb je standje 2 en dan zie je dus dat die nog meer begint te happen eigenlijk. Hè? En dan standje 3 is helemaal goed te zien. Daar komt zelfs gewoon het houtwerk mee omhoog. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar nogmaals, als je voor netjes zaagt gewoon standje 1 gebruikt, kun je het op gemakje doen. Dan zie je dus helemaal niks. En voor het grovere werk, wat niet zo netjes hoeft, kun je gewoon stand 3 gebruiken. Ik hoop dat het voor jullie zo duidelijk is. Ten eerste wat die pendelstanden doen. Hè. Ik heb het al eerder laten zien in deze video. Maar ook wat het zaagresultaat dan is op een plaatje multiplex. Jullie hebben mij eerder in deze video horen praten over een maximale zaagdiepte van 20 mm. Dat staat ook echt achterop het apparaat. Alleen wat ik even aanneem is dat je 20 mm effectief en goed en netjes kan zagen. Kijk, het is natuurlijk zo met die decoupeerzaagbladen. Ja, er zit beweging in, hè? Dus hoe dikker materiaal je zaagt, des te eerder gaat die zaag wringen en dan heb je natuurlijk geen mooie zaagsnede. Dus daar ga ik even van uit, want zoals je dadelijk zult zien, zaagt die ook gewoon prima door een PVC-pijpje heen, wat veel dikker is dan 20 mm. Zagen. Nou, dan doen we eventjes een zaagje op met een iets minder grove houtsnede. Het zaagje wat erbij zit, is daar wel uitermate geschikt voor. Hele fijne tandjes. En dan kun je dus langzaam het buisje gewoon doorzagen, zoals je ziet. Nou, dit is PVC. Dat zagen natuurlijk ook prima. Zoals je ziet. En dan hebben we hier ook nog een stukje draad eind. Nou, heb ik het zaagje erop staan wat meegeleverd is. Nou, jullie hebben me al eens eerder horen zeggen over zagen die meegeleverd worden met een apparaat. Dat zijn vaak niet de
meest goede. Maar we gaan het gewoon proberen op dit stukje draadeind of die door de midden krijgt. Ik moet iets wat wringen en het gaat niet heel snel, maar hij zaagt hem wel door. Nou, zo zie je dus dat deze decoupeerzaag in prima staat is om verschillende soorten materialen te zagen. Bedankt voor het kijken naar deze video van de HBM decoupeerzaag. Heb je nog vragen over deze zaag? Stel ze dan vooral onder in de comments. En dan zal ik proberen daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Het is een tijdje stil geweest op dit kanaal. En dat heeft de reden dat wij als gezin zijnde weer een kindje verwachten. En voor de meeste mensen die kinderen hebben weten hoe dat gaat. Dan moet opeens heel het huis op orde komen. Dat zijn allemaal van die lijsten met klusjes die allemaal ertussendoor moeten. Dus ik ben me volledig aan het focussen nu op dat hele huis. Helemaal spik en span en netjes krijgen. En dat levert natuurlijk ook wel veel video's op. Maar al die video's die moeten gemonteerd worden. Ja, daar zit even wat tijd in. Maar ze komen er zeker aan. Dus abonneer je op dit kanaal. En ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Dankjewel, tot de volgende.